If corruption no bonde, I bafu side mi bongwe. If corruption. Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In deze aflevering praten we over de deelname van Suriname aan de Expo 2020 Dubai. We praten met Gina Brahim, Sherman Ooswijk en Amrish Mangu. Zij zijn in een team die belast is met de organisatie en promotie van onze deelname aan deze expo. In deze editie van In Gesprek Met praten we over de deelname van Suriname aan de Expo 2020 Dubai. Meneer Mangu, kunt u ons aangeven wat deze expo inhoudt? Voordat u ingaat, als ik even mag, is het oké als we onze maskers afdoen? Voor de herkenning ook voor de kijkers en een betere articulatie voor de opname? Ja. Dank u. We zijn volledig gevaccineerd. Oké, dank u wel. Dus ik mag beginnen. Expo 2020, zoals je net even zegt, wordt dit keer gehouden in Dubai, waar de expo zelf is. Expo is afkomstig van Bureau International Expositions. World Expos worden vanaf 1851 gehouden en wordt om de 5 jaar steeds in verschillende landen gehouden. Dit platform wordt gebruikt voornamelijk om hun nieuwste technologische innovaties met elkaar te delen. Internationaal handel te drijven met de verschillende landen. En ook zoveel mogelijk proberen de wereld tot een betere plek te maken. En zoals je van de week hebt gehoord in de press release, Suriname doet mee aan Expo 2020. En wij staan daar als het eerste paviljoen in District Sustainability. Oké. In de naam is er 2020 aangegeven. De expo gaat in oktober van start van dit jaar. Dus kun je ons aangeven waarom er 2020 in de naam is? Jazeker. Expo 2020 zou initieel gehouden worden in oktober, zou van start gaan in oktober 2020. Maar wegens de COVID-pandemie is het niet doorgegaan. En dus hebben ze het verschoven met een jaar. Dus dan gaat het nu door in oktober 2021 tot 1 maart 2022. Is er ook een speciale thema aan deze expo verbonden? Jawel, dat is Connecting Minds, Creating the Future. Dat is de hoofdthema. En dan de deelname van Suriname is eigenlijk in nationaal belang en de regering trekt aan dit project. Sowieso zijn er andere actoren die hun bijdrage hieraan leveren. Hoe wordt er gewerkt aan de voorbereiding en de promotie van de deelname van Suriname aan de Expo 2020 Dubai? Dank u voor die vraag. Suriname zal dus participeren in nationaal belang natuurlijk. En daarbij zijn de overheid, het bedrijfsleven en civil society betrokken. Met civil society bedoel ik natuurlijk de NGO's en andere instanties die voornamelijk met dus zaken bezig zijn die de samenleving bezighouden. En er is dan een managementteam ingesteld door de overheid, waarbij dus de 3 ministeries, waaronder dus Bibus, het is het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme en het ministerie van Financiën een leading role in hebben. Ja. Bij de launch van de Expo 2020 Dubai heeft minister Albert Ramdin aangegeven dat dit een goede gelegenheid is voor zaken doen. Dus wat kan Suriname verwachten aan deals die mogelijk daar gesloten zullen worden? Wel, de Expo stelt ons in de gelegenheid om met alle landen, 191 landen, in 1 keer zaken te doen. Dat vind je echt nergens. Niet bij trade fairs, niet bij andere beurzen. Alle landen die hun businessprogramma's, hun opportunities en hun incentieven met ons delen.
De expo-organisatie heeft per maand 2 themaweken gearrangeerd die de industriesectoren highlighten. We hebben een voorbeeld van in oktober heb je Climate and Biodiversity. In november heb je Tolerance and Inclusivity, maar ook olie en gas. In januari bijvoorbeeld heb je de toerisme sector, maar ook landbouw en veeteelt. En daar gaan wij dan op inspelen met een hele goede en goed neergezette businessprogrammering. Waarbij we dan kijken, we gaan onszelf aan de wereld tentoonstellen. Net zoals alle andere landen dat doen, net zoals Guyana dat doet, Trinidad dat doet, Maleisië dat doet bijvoorbeeld. Door middel van een goede conference, netwerkevenementen, private meetings die we gaan arrangeren, summits om problematieken in het land, maar ook in de regio aan te kaarten. En onze opportunities naar voren te brengen, waarbij we dan de gelegenheid kregen om met de landen en de private sectoren van die landen ook te kijken op welke manier ze kunnen participeren aan deze projecten. De expo loopt tot maart 2022. Aan het eind, wat kunnen we, ja, wat zal dit hebben betekend voor Suriname, dus als land? Well, je moet nagaan. Als niemand weet dat je iets ter beschikking hebt, stel je hebt iets te verkopen, maar niemand weet ervan, dan ga je ook geen aanbod krijgen of dan ga je ook geen vraag ernaar krijgen. Dus wat wij gaan bereiken hiermee is dat we dus laten weten aan de wereld hoeveel we ter beschikking hebben. Van het zaken doen naar ook onze producten die we voor export kunnen onze afzetmarkten kunnen vergroten, dat ze kunnen kopen bij ons, dat ze mee kunnen werken met ons, investeren, dat we ook expertise aantrekken. En dat gaan we realiseren per industrie, alle industrieën die representeren we. Van landbouw, bosbouw, mining, oil en gas, maar ook in de creative sector. De cultuurprogramma's, zodat ze weten dat wij hier ook kunnen produceren. En het voor export kunnen gebruiken. Daar focussen we eigenlijk op. Investeringen binnenhalen, onze afzetmarkten vergroten, onze multilaterale overeenkomsten te versterken en om daarbij dan ook partners aan te trekken. Oké. Aan het begin heeft meneer Manco aangehaald dat Suriname gekozen is in de categorie van sustainability. Op basis waarvan is deze keuze gemaakt? We zijn het meest beboste land op aarde. 93% van ons land is ongerept natuur. Voor ons is dat normaal. Maar voor buitenlanders echt niet. En vooral niet voor die mensen in de woestijn. Yeah. Ik bedoel, ze hebben maar 4 dagen in het jaar hebben ze regen. En wij genieten hier van heel erg lekker klimaat. We kunnen binnen 30 minuten zijn we in het bos, kunnen we genieten van een beetje vissen, in de rivier zwemmen, dat kennen zij niet. Apart daarvan, we zijn een green emission. Zeg ik het goed? We stoten veel minder CO2 af dan dat we, dan dat we oxygen of zuurstof maken. Ja, we zijn carbon negative. Ja, we zijn carbon negative. Nou. Dat is een prestatie. Ik denk dat er maar 3 andere landen in de wereld zijn, of 2 andere landen in de wereld. We zijn met z'n drieën. 3 landen. We zijn met z'n drieën, inderdaad. Die dat eigenlijk realiseren. Nou, je moet even nagaan dat. Kijk even hoeveel problemen er zijn in de wereld. Van overbevolking tot en met het feit dat met klimaatverandering. En ze hebben dat al een tijdje geleden geïdentificeerd. Maar dit is een van de grootste initiatieven van Dubai. Om daar echt heel veel aandacht voor te trekken. En om ervoor te zorgen dat we dus oplossingen kunnen zoeken. Suriname is een voorbeeldland. En daarom hebben ze ons gezet op plek nummer 1 in sustainability. Waar alle toeristen, alle visitors die langskomen, die komen langs Surinaams paviljoen. Dat is ongelooflijk. Ik ben echt super trots. En daar dragen wij aan bij. Om mensen dan ervan te overtuigen waarom we eigenlijk daar zijn. Om ze naar Suriname te halen, zodat ze het kunnen ervaren zoals wij het ervaren. En dat ze een voorbeeld eraan kunnen nemen. Oké. Okay. Jullie hebben ook aangehaald dat een belangrijke moment voor Suriname tijdens deze expo een nationale week is. Hoe gaat die week eruit zien? Ja, hele drukke week. Oké. Wie wil het voortaan nemen, zal ik het zeggen? Oké. Okay. Dus op 27 november is onze nationale dag.
Vanuit de expo-organisatie hebben zij ons eigenlijk een verschrikkelijk strak programma opgelegd, waarbij zelfs onze toilet breaks zijn ingelast. Ja, ik denk eventjes terug aan die episode van Friends met Monica. Maar het begint dus om 4:00. We komen aan en op de 27e dan gaan we echt samen met de sheikh van Dubai. Onze president gaat de sheikh voor het eerst ontmoeten. Er is een officiële ceremonie gepland waarbij we dan lopen van de Leadership Pavilion naar Awasal Plaza. En daar hebben we dan speeches, onze national anthems worden daar gezongen. En er wordt verwacht dat Suriname dus met een cultuuroptreden komt om te laten zien in de vorm van kunst, want ze zijn grote kunstliefhebbers, wat Suriname te bieden heeft en wat Suriname is. Daarna brengen we de sheikh langs ons paviljoen, waar er foto's gemaakt worden. We introduceren hem aan het verhaal van Suriname. En vervolgens hebben we dan dat we dan met hem naar zijn paviljoen gaan. Zij doen hetzelfde. Erna is er een officiële dinner gepland, waarbij wij dan onze kok, die we dan ter beschikking stellen om pom en bruine bonen aan de koning te laten proeven. Ja, dat hij, ja. Oh, de sheikh, sorry. Zeg je lekker koning, man. De sheikh. En dan gaat hij voor het eerst pom en bruine bonen eten. Yay. Helemaal op zijn Surinaams. Helemaal op zijn Surinaams. Ja. Daarna hebben we nog een foto opportunity. We gaan officieel in de Book of Honor moet er getekend worden. En, de gift exchange. We hebben een gift exchange, inderdaad. Om eerlijk te zijn, we zitten ons hoofd te breken wat we aan iemand gaan geven die alles heeft. Afland. En daarna hebben we een persconferentie waarbij er officieel aan de wereld vertoond wordt wat de bilaterale overeenkomsten zijn van Suriname. En welke mogelijkheden er geschept worden voor en met Dubai en Suriname zelf. Dat is alleen op de 27e. Hè? Dan hebben we 28, 29 en 30 nog. Mevrouw Brahim, u heeft net aangehaald dat er op de eerste dag al een persconferentie zal zijn. En om de gemeenschap beter te informeren over het heel gebeuren, zullen er Surinaamse journalisten, mediateams meegaan? We krijgen vanuit Expo City, vanuit Expo zelf, de organisatie, wordt de delegatie van Suriname naar Dubai gehaald. Zij betalen een heel groot gedeelte daarvan voor ons. En daarbij komt dus ook kijken dat er één mede-representative vanuit Suriname meekomt daar. En die heeft ook gesproken over een culturele optreden vanuit de kant van Suriname en dat gaat gebeuren middels kunst. Is het alleen kunst of komen er andere activiteiten erbij? De cultural performance, zoals ze het noemen, is een combinatie van zang en dans. En daarmee laten we dus eigenlijk ook een gedeelte van onze geschiedenis en onze samenstelling van het land zien. Want we zijn een cultuurdivers volk en dat is ook uniek. Het is alleen op de eerste dag? Het is alleen op 27 november. Okay. Hoe gaat het dan de rest van de week eruit zien? Grotendeels hebben we voornamelijk business initiatieven. Dus we beginnen met een country briefing waarbij Suriname als land naar voren komt met de mogelijkheden die er geschept worden of die er zijn. En letterlijk om te kijken van oké, met wie kunnen we het beste gaan netwerken. Daarna hebben we voor de sectoren zelf dat we aankaarten en aanhalen waar we zijn, hoe ver we zijn, wat er mogelijk is en wat er mogelijk gemaakt wordt. Met welke internationale partners we willen werken of al werken. En dan hebben we een aantal private meetings die daarbij dan we lock in the interest that we have. En daarmee komen ze dan terug en dan gaan ze hier in Suriname kijken met wie van de geïnteresseerden ze zaken gaan doen. Mevrouw Olswijk, een belangrijk gegeven van de deelname van Suriname aan deze expo is dat de president er zelf bij zal zijn, zoals mevrouw Brahim eerder aanhaalde. Zullen naast de president ook meer mensen van de regering deelnemen aan deze expo en met welk doel?
Zoals mevrouw Brahim aangaf, wordt de uitnodiging gestuurd naar, naar onze overheid, waar wij dus een delegatie bestaande uit de president en mogelijk andere ministers zullen deelnemen. Je moet het dan zo zien dat elke minister die daar aanwezig is, een agenda heeft die hij zal moeten invullen en uitvoeren. En daar zullen dan ook dus de bilaterale overeenkomsten, met Dubai, want dat moet je niet vergeten, er zijn 192 landen daar. Dus je hoeft niet per se alleen een bilaterale overeenkomst te tekenen met Dubai, maar ook met mogelijk andere landen die op het moment daar aanwezig zijn. Ja. Omdat dus ook dit platform gebruikt kan worden om dus de internationale relaties met andere landen ook aan te trekken. En het is een momentum waar je eigenlijk de wereldaandacht hebt. Dus als je dus als land besluit een geweldige overeenkomst met een ander deelnemend land te sluiten, heb je mega attention. Je bent in de spotlight van de wereld. Dus natuurlijk gaan wij als Suriname ook kijken naar die opportunities. Toch? Je bent daar en je moet het ijzer smeden wanneer het heet is. En dat is wat we gaan doen. Wilt u misschien uit de doeken doen wel hoeveel ministers meegaan of welke ministers meegaan? Dat is nog niet bepaald. Dat is nog niet bepaald. Er gaat een kostenplaatje gepaard met de deelname van Suriname aan de Expo Dubai 2020. Maar hoe wordt dat betaald? Er wordt een deel van uit hun betaald en Suriname moet inkomen met een ander deel. Ja. Dus hoeveel betalen zij en hoeveel betalen wij en van waar halen we dat geld? Wij hebben, zoals we hebben aangegeven, heeft Dubai ons verkozen om een van de assisted packages te krijgen. En daarmee bekostigen ze niet alleen de bouw van het paviljoen, want dit is al de eerste keer dat Suriname een eigen gebouw kreeg of heeft, waar we niet alleen onze exhibitie kunnen neerzetten, maar ook een kantoor hebben waar we ook echt kunnen blijven en bedrijf kunnen voeren. Dus zij zetten het gebouw neer. Ze bieden ons een reeks van vluchten, zodat we onze kosten kunnen verminderen om daar mee te participeren. Ze supporten ons heel erg met de National Day, waarbij we dan wat meerdere mensen kunnen laten halen. Ook onze cultuurartiesten die daar dan optreden gaan geven. En ze geven ons daarbij dan ook een verblijf voor de core team. In de 6 maanden dan? In de 6 maanden inderdaad. En daarbij hebben we dan nog een heleboel andere dingen. We hebben een kantoor die volledig gemeubileerd wordt aangeleverd met 5 computers, printers. En dat krijgen we allemaal van hen. We krijgen ook ondersteuning in het schoonmaken van het paviljoen bijvoorbeeld, in het onderhoud. En waar wij voor moeten betalen en ervoor moeten zorgen, is dat we dus ook de invulling daaraan kunnen geven. Dat kunnen zij niet voor ons doen. Wij moeten onze eigen programma's neerzetten. We moeten onze eigen businessprogramma's en ook cultuurprogramma's neerzetten om het land naar voren te dragen. We moeten het paviljoen bekleden in de exhibition area, zodat ze Suriname kunnen ervaren, zien en beleven. Wij moeten ervoor zorgen dat we dus die afspraken maken en onze eigen zakelijke doeleinden realiseren. En dat is het gedeelte dat wij bijdragen. Dat is in ons eigen interesse. Zij supporten ons op 80% van het budget en wij dragen 20% daarvan bij. Omdat we dat ook al krijgen, het is iets waar we heel erg blij over moeten zijn en het op die manier moeten zien. Alle andere landen die doen het ook, steken ook heel veel in. En we weten dat alle andere landen dus ook geraakt zijn door de pandemic. Wij zijn niet uniek alleen erin. Ik snap dat we in een... Wij begrijpen dat we in een crisissituatie zitten, ja. Maar als we niet op deze manier te werk gaan, dan kunnen we ook geen langdurige oplossingen zoeken. Of in elk geval een duurzame economie neerzetten, zoals minister Ramdin dat zei. En wij als team, bestaande uit zoveel verschillende leden en ook verschillende ondernemingen werken hier aan, we geloven erin en we willen dit ook voor het land en we doen dit ook echt voor het land. En als aanvulling daarop, we hebben dus afgelopen zondag de launch gehad, waarbij dus de business community vooral aanwezig was. En de presentatie is door hen heel goed ontvangen en dat is een goede indicator. Om aan te geven dat ook de business community geloof heeft in deze actie of daar zijn op de expo.
Ik ben blij dat jullie hebben aangehaald dat we in een crisisperiode zijn. Want de samenleving reageert ook op een bepaalde manier op onze deelname aan deze expo. Ja, we horen wel dat ze zeggen van zoveel geld, Suriname moet inkomen met 20% en dat is ongeveer 900.000 Amerikaanse dollars. Dus ze hebben iets van, waarom kan dat geld niet anders gebruikt worden? Dus hoe gaat dit team ervoor zorgen dat mensen anders kijken naar onze deelname aan de Expo 2020 Dubai? Door keihard te werken. Keihard te werken en terug te komen met resultaten. Maar wij maken het mogelijk dat die resultaten eventueel naar het land kunnen komen. Als je jezelf niet etaleert of niet laat zien wat je hebt ter beschikking in je huis, dan kunnen er geen zaken gedaan worden. En dan ga je van, je kan ervoor kiezen om per land te gaan vliegen. Maar nu heb je de mogelijkheid om alle landen tegelijkertijd in één keer te hebben. En dat is een opportunity die maar één keer in de 5 jaar naar voren komt. En waarom nu? Omdat als wij dit nu niet doen, dan hebben we pas de volgende opties, pas over 5 jaar. Alle landen en vooral de buurlanden, die gaan wel op de opportunities inhaken. En om ervoor te zorgen dat wij de initiatieven om de economie te kunnen herstellen, zoals minister Ramdin en minister van Financiën dat ook aangaven en de president zelf, moeten we ervoor zorgen dat we nu wat verlichting kunnen brengen. Maar als we die stap nu niet nemen, dan gaat het alleen maar langer duren. En om zaken ook misschien beter in perspectief te brengen, Aijina zei het net al, het is de hele wereld die in crisis zit. Mm-hmm. Het is een pandemie. En ondanks alle landen dus die ook die sociaal-economische crisis ervaren, hebben alle 192 landen ervoor gekozen om daar te zijn. Waarom zullen ze dat doen? Ik denk dat het antwoord daarop moet zijn, de opportunities. Ze herkennen het, ze zien het en ze gaan ervoor. En dan denk ik dat het dan voor Suriname ook belangrijk is om daar te zijn. Net als wat Aijina zegt, we moeten de kans niet laten liggen en zeggen van, hé, we hebben het hier moeilijk, dus we blijven thuis. Thuis blijven is geen optie. Laat me een concreet voorbeeld geven. De businessprogrammering die we neerzetten, apart van het feit dat we de projecten die het land heeft aanbieden en waar de overheid dus ook achter staat voor de private sector, zijn er ook gelegenheden. Daarom betrekken we ze erbij en zijn er participanten. Voor degenen die niet mee kunnen participeren om daar te zijn of aanwezig te zijn, hebben we ook andere initiatieven neergezet. Waarbij we dus kijken naar conference en speaker series, maar ook een netwerk evenement waarbij we, of exhibities van producten en diensten en projecten, waarbij we aangeven, dan benaderen wij de bedrijven hier die wel mee willen doen, wel willen laten zien dat ze naar partners zoeken, de afzetmarkten vergroten. En dan zorgen wij ervoor dat dat aangekaart wordt wanneer we daar zijn. Dat er genoeg mensen en vooral zakelijke ondernemers er naar kijken. Via ons met hun in contact komen, met de ondernemer hier of met de mensen hier die iets willen initiëren. Wij maken dat mogelijk en die opties zijn er. Daarvoor zitten we hier. En daarom werken we hier elke dag tot middernacht om ervoor te zorgen dat we dat kunnen realiseren. Mevrouw Brahim, kunnen we dus verwachten dat de 900.000 die we investeren in dit project op een of andere manier terugverdiend zal worden? Je moet het zo zien. Wij zijn in het leven geroepen als team om ervoor te zorgen dat deze initiatieven inderdaad gerealiseerd worden. Wij maken het mogelijk. Een heel groot gedeelte van de investeringen die we nu plegen, die zijn er om ervoor te zorgen dat we de projecten, de initiatieven, de goede doelen om die investeringen aan te trekken en onze afzetmarkten te vergroten voor degenen die dat niet zelf kunnen bekostigen, die te highlighten. Apart van de overheidsinitiatieven en projecten, kijken we ook naar degenen van binnen de sectoren die we willen highlighten, zodat we ze een platform kunnen geven. Zodat zij met ons hun projecten kunnen delen en wij dat dan belichten en samen met ze kijken op welke manier we daar partners voor kunnen vinden. Dat is een gedeelte van de business programming. Een ander gedeelte is dat we de participanten de gelegenheid geven om daar met ons te zijn en zelf hun zaken te doen, zodat ze one-on-one met de mensen kunnen zitten en daar hun deals kunnen sluiten. Wat daarvan afkomt, is een spin-off effect. Dus we kunnen en gaan ook alle progress en successen met jullie delen via de mediastrategie die we hebben neergezet.
We gaan veel filmen, we gaan veel foto's maken. We hebben op het schema dat we ook press releases gaan, gaan delen. En zodra we iets hebben, dan komen we daarmee terug. Dat kunnen we wel garanderen. Maar de manier waarop we dus het volk, de private sector supporten, dat is eigenlijk waar een groot gedeelte van het geld naartoe gaat. Mevrouw Oostwijk, zoals jullie hebben aangehaald tijdens dit gesprek, en, is het eigenlijk een expo waar mensen deel aan kunnen nemen om, om een bepaalde sector te promoten en kansen daar aan te grijpen. Hebben jullie misschien al een idee of een beeld van ondernemers in bepaalde sectoren die deel willen nemen aan, aan deze expo? Jazeker. Als land kijk je natuurlijk ook strategisch naar je eigen ontwikkelingsdoelen. En we hebben natuurlijk potentie in heel veel sectoren hier in Suriname, productiesectoren wel te verstaan. We kijken daarom ook naar de agrarische sector. We kijken naar oil en gas natuurlijk. We kijken naar ons toerisme. En de services. Gold mining. Creative industries. Ja, yeah, creative industries. You know? Dus voor ons zijn dit allemaal belangrijke sectoren waarvan wij, of waarin wij geloof hebben dat het voor Suriname heel veel kan opleveren, als we het ook presenteren aan de wereld. Ja, waarbij we onze exportproducten een afzetmarkt kunnen geven. Ja. Oké. We hebben ook gezien dat vanaf 2020 de toerisme in de hele wereld is gedaald. En sowieso is het ook de bedoeling om de toerisme in Suriname met deze expo te bevorderen. Dus wat zal de expo 2020 Dubai betekenen voor de toerisme sector van Suriname? Okay. In de eerste plaats kijken we naar de exposure die dit evenement ons biedt. Je moet het ook zo zien van 25 miljoen mensen, waarvan de majority waarschijnlijk voor het eerst zal horen over een land Suriname. En wat we allemaal te bieden hebben, ons toeristisch aanbod, ons toeristisch product. We zijn onderdeel van de Amazon. We zijn daarnaast ook niet een mass tourism destination, waar mensen dus nu ook anders naar kijken vanwege COVID. Wil men reizen naar destinaties waar het dus niet overpopulated is. Correct. Dus veilige destinations. Dus, en dat biedt ook weer opportunities voor ons om nieuwe producten te gaan ontwikkelen, om aan te bieden. En dus dat zijn, is één van de mogelijkheden die we op de expo gaan presenteren. Suriname als een destination, nog onbekend bij heel veel. Toch? That's an opportunity. En de andere ook in kant. In de vorm van back to basics, back adventure to basics, tourism, health and wellness in onze Amazon forest. Ja, we gaan het allemaal belichten. Ik bedoel, toen we de expo vertelden over het feit dat wij nog tribe cultures hadden die echt dateren met 100 jaar. Hoe oud zijn ze? Ja. Zelfs ik weet het niet per se, maar toen we dat eventjes vertaalden, dat verhaal. We hebben het. We hebben het en we can offer it. Dat was unheard of. Dus ze wilden daar een verhaal over hebben, wilden weten als wij bij hun programma's geïncorporeerd kunnen worden, zodat ze het aan de wereld kunnen vertellen, want dat is wat mensen aantrekt. Dat is onze unique selling point. En wat je natuurlijk ook nog hebt, zijn de investment opportunities. Toch? Want met de verandering van, hoe zeg je het, travel motivations, gaan ook natuurlijk investeerders moeten kijken naar nieuwe destinaties waar dus de trends naartoe gaan. Waar gaan de mensen naartoe trekken? En als je dan als Suriname daar de mogelijkheden biedt aan deze investeerders om ook in jouw land te komen investeren op het gebied van hospitality en toerisme, heb je compleet nieuwe gebieden die je in tot ontwikkeling kan brengen. Ja, en om even daarop aan te vullen. Ja. Ik bedoel, we moeten de mensen die we willen aantrekken om hier te investeren, te wonen en werken, we moeten ze laten zien dat het, hoe wij het ervaren en hoe leuk het is. Want je kan, de quality of life die we hier leiden is een van de redenen waarom ik heel makkelijk terug ben gekomen naar hier. Ik hou van het land. Het is, it is a gem, it is a jewel. En dat moeten zij ook ervaren. En dat is een van de dingen die we daar gaan doen. Wanneer we het paviljoen neerzetten, wanneer we ze de kans geven om in het paviljoen te lopen, dan komen ze heel dicht bij ons. Ze zien wat wij zien, ze gaan ervaren wat wij ervaren, ze gaan horen wat we horen, vooral wanneer de regen naar beneden komt, wanneer de vogels fluiten, wanneer ze door het bos dat we hebben gecreëerd, dat we ze daar gaan brengen, wanneer ze
die krekels horen, weet je. Ze gaan nu weten wat ze gaan ervaren. En dat is precies wat de bezoeker aan onze pavilion gaat ervaren. Hè? Het is een immersive experience. Sensory experience. Om ze gaan binnenkomen, ze gaan de geluiden van Suriname. In zone 1 gaan ze Paramaribo ervaren. De bos en de zoom, overal de geluiden. Ze echt van je brengt ze door het land. Naar de rivieren, naar het bos, naar hoe wanneer we barbecuen. Ze gaan in het bos staan en dan gaan ze beelden zien waarbij er een kampvuur is. En dat ze weten dat wanneer ze daar zijn, van dat gaan ze ervaren. We gaan het bos ruiken. We hebben zelfs geurtjes in orde gemaakt. Ja. Dat ze het gaan ruiken, ervaren, alle zintuigen gaan gestimuleerd worden. In de komende paar weken zal je zeker beelden zien van ons pavilion die we gaan launchen. Hoe het binnen eruit ziet en al de experience. We gaan sowieso video's en even ook 3D models van ons pavilion launchen. In de komende paar weken. We zijn nu in de afrondende fase van ons pavilion. Dat is dus heel belangrijk. Want wanneer we ze hebben geïnteresseerd om met ons te werken, om in ons land te investeren, ze gaan er ook voor een tijd moeten blijven. Dus ze moeten dus, wanneer we ze hebben geïnteresseerd, moeten ze denken van, nou, ik wil hier blijven. Ik wil hier wonen. Tenminste voor 4-5 jaar. Toch? Dus, en dat is wat we doen met het paviljoen. We brengen ze dicht bij ons. Op een warme manier. Ze komen binnen in zone 1 en ze zijn binnen in onze woonkamer. Alsof je grootmoeder net weg is gegaan, heeft een pot eten op het vuur gelaten. Gaan ze lopen, zien ze alles, hoe het eraan toe gaat. Ruiken ze het. Ze zien onze diversiteit van onze culturen. Ze zien kunst dat we maken van onze kunstenaars. Want we hebben heel veel kunstenaars gekregen die hun materialen hebben gegeven aan ons om daar te etaleren. En daarna brengen we ze naar onze rivieren. En hoe we het ervaren wanneer we met een koreaal op de rivier of over de Soelas. Bij de Republiek, weet je, over de Soelas gaan. Vandaar gaan we diep het bos in en dan hoor je alle dieren van brulapen tot krekels en vogels, vooral vogels, hè. Nu je het zo vertelt, denk ik dat het een belangrijk punt is dat we even gemist hebben. En dat is om aan te geven dat dit ontwerp voor een groot deel afkomstig is van onze Surinaamse studenten van het Polytechnisch College. Ja. Om eventjes dan de historie daarvan aan te geven. Dubai zelf heeft dus een design competition georganiseerd voor studenten in de verschillende landen. Mm. Van de deelnemende landen om een design te maken van hoe de studenten willen dat hun land gepresenteerd wordt op de Wereld Expo aan de wereldgemeenschap. Ja. Zo hebben dus in Suriname ook de studenten van het NATIN, van het Polytechnisch College, je had studenten van ADEC, verschillende instituten, hebben geparticipeerd aan die competition. En er is één winnaar eruit gekomen en dat waren dus de studenten van het Polytechnisch College. En dat design is dus nu gebouwd door Dubai. Ja, gaan we presenteren aan de wereld. Ja, ze hebben het raamwerk gelegd. Ja. Daar hebben we invulling aan gegeven. Een gedeelte van het budget waar u het over heeft gehad is daaraan gededicateerd. Ook om hun te eren. Ja. En het is de bedoeling dat we hiermee ze zo ver krijgen dat ze Suriname niet gaan willen verlaten. Dus dat we ze zo ver krijgen dat ze op het vliegtuig stappen en hier komen om het voor zichzelf te zien. Oké, dus jullie hebben heel veel verteld over de Expo 2020 Dubai. Dus ik denk dat de kijker zeker een beter beeld zal hebben en wat we na die periode kunnen verwachten aan investeringen en dat soort zaken. Misschien hebben jullie toch wel een boodschap of een oproep aan de Surinaamse gemeenschap ten aanzien van de Expo 2020 Dubai. Ja, dank je alvast voor de gelegenheid. Mijn oproep natuurlijk zal zijn naar de samenleving om met z'n allen, laten we dus samen, deze kans te baat grijpen. Om dus Suriname, onze trots, op een waardevolle of een eerbare en eervolle manier naar buiten toe te presenteren. Mm-hmm. Net als wat ik eerder zei, 192 landen gaan allemaal daar zijn en allemaal halen het beste dat ze hebben uit de kast. Hetzelfde moeten wij ook doen. Toch? En het is vooral belangrijk dat juist nu in deze fase waarin we ons bevinden als wereldgemeenschap, dat we de handen in elkaar slaan om samen te werken aan, om uit de situaties te komen van waarin we ons bevinden, maar ook samen te werken naar een beter leven voor ons allemaal. Om niet te vergeten, onze voorkeurspositie op de expo zit op de eerste pavilion van District Sustainability. Dus iedereen die langs het main attractie gaat, Al Wassel, gaat sowieso langs Suriname moeten. Pavilion van Suriname. Dus
Als we het zo aantrekkelijk mogelijk maken, gaan we sowieso heel veel bezoekers krijgen in ons paviljoen. Mijn bericht is in lijn met mijn teamleden. We doen het samen. En we doen het ook voor jullie. We zijn hier om ervoor te zorgen dat jullie ervan kunnen profiteren. En dat is waarmee we jullie willen laten. Dank echt voor de gelegenheid dat we hier kunnen zitten om dit verhaal te vertellen. Volg ons, want we gaan nog veel meer laten zien aan jullie. En ideeën zijn ook welkom. Dus als jullie wat willen bijdragen, jullie kunnen contact met ons opnemen. We staan open voor alles, want we doen het voor jullie. Hebben jullie social media platforms waarop mensen jullie kunnen volgen? Yes. Heel binnenkort gaan we onze social media platformen launchen. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. En daar heet Suriname Expo 2020. En daar gaat u meer informatie vinden over ons en over de participatie van Suriname aan de expo. En daar gaat u regulier updates, foto's, video's en alles zien van de team. En ja, dat is het voor mij. En als jullie willen deelnemen, van harte welkom. Stuur ons een berichtje. We staan open voor alle ideeën, initiatieven. Heb je projecten die je graag wilt delen? Als je meer informatie wil weten, vooral wanneer we daar zijn, over een conference die gehouden is geworden, dan kunnen we daar jullie ook voor te woord staan. Daarvoor zijn we er. Laat ons weten hoe we u kunnen dienen. Ja, laat ons weten of hoe jullie kunnen dienen. Kunnen zijn. Thank you guys. Yes. Zo kijkers, met het gesprek met deze drie mensen die het team vormen, die belast is met de organisatie en promotie van de deelname van Suriname aan de Expo 2020 Dubai, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. Ik zou zeggen, blijf hun social media kanalen volgen of volg hun social media kanalen, zodat u op de hoogte blijft van deze World Expo. We zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Glow TV पर तमाम चैनल्स आपको मिलता है देखिए इंडिया पाकिस्तान या सुरिनाम का चैनल से बॉलीवुड का तमाम चैनल से जिस तरह से बी फॉर यू है सोनी एशिया टीवी यूके और डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया मुमकिन है पाकिस्तान का बहुत से चैनल्स जिस तरह से हम टीवी एक्सेट्रा और सुरिनाम का रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं सभी मजहबी और धार्मिक प्रोग्राम आप भी देख सकते हैं क्रो टीवी पर इंडिया पाकिस्तान या सुरिनाम का हो क्रो टीवी आपके लिए है तमाम रेडियो स्टेशंस नीदरलैंड सुरिनाम यूके इंडिया और पाकिस्तान का एंड डोंट फॉरगेट रेडियो संगम देन हाग का आपको भी क्रो टीवी पर मिलता है कॉन्टेक्ट कीजिए तारीख नंबर है 0031 6 85 89 08 19 हम दोहरा रहे हैं 06 85 89 08 19 तार की नंबर है कॉन्टेक्ट करने के लिए क्लाउड टीवी से आप अपने घर पर मजे उठाइए